Ik heb voor jullie een kletsvideo. Ja, het is, ja, ik wilde eigenlijk onderwerpen hebben, maar ik vond het veel leuker. Het is een vragenlijst met 100 ja-nee vragen. Nou, ik ga daar even gauw doorheen ook, want anders ben ik heel lang bezig. Sommige vragen vind ik een beetje too personal of te politiek, dus die gaan we niet beantwoorden. Tenminste, ik kan de vraag nog stellen, maar dan zeg ik gewoon skip of iets. Ik ga verder ook geen toelichting geven, want dan ben ik heel lang bezig. Het zijn ja-nee vragen, snap je? Dus oké, de eerste vraag is: ben je bang in het donker? Nee. Ben je blij met je naam? Ja. Ben je een avondmens? Ja. Ben je een optimist? Nee. Ben je egoïstisch? Ja. Ben je flexibel? Nee. Ja. Hangt er dan van wat voor gevallen eigenlijk? Dus ja en nee. Ben je gelukkig? Weet ik niet. Eigenlijk. Ik voel me niet ongelukkig, maar ik voel me ook niet per se gelukkig, als je snapt wat ik bedoel. Dus ik bedoel, ik ben echt wel ongelukkig geweest in mijn leven. Echt heel erg. Maar ik voel me ook niet per se gelukkig. Dus weet het niet. Ben je geworden wat je wilde worden als kind? Nee. Ben je impulsief wat betreft je beslissingen? Ja. Ben je nieuwsgierig van aard? Ja. Ben je ooit naar eerste hulp geweest? Nee. Even afkloppen. Waar is hout hier? Ben je trots op jezelf? Ja. Ben je verslaafd aan je smartphone? Nee. Ben je bang voor de doodstraf? Nee. Ben je wel eens op blind date geweest? Hell no. Nee, echt niet. Dit is niks voor mij. Ben je wel eens onbedoeld verliefd geworden? Ja, vast wel. Ja. Bestaat eeuwige liefde? Nee. Bewaar je goede herinneringen aan je eerste kus? Hell no. Nee, gadverdamme. Nee. Denk je dat je op een dag bezit buitenaardse wezens landen? Ja, die zullen er vast al zijn, denk ik. Dus ja, denk je dat mensen van nature goed aardig zijn? Nee. Je kan ook gewoon kwaadaardig geboren zijn, hè? Even als je het weet. Ik moet denken anders dat een psychopaat ontstaat. Geloof je dat er. Nee, wacht. Ja, geloof je dat er buitenaardse wezens bestaan? Ja. Geloof je in God? Nee. Geloof je in leven na de dood? Ja. Geloof je liefde op het eerste gezicht? Nee. Geloof je in toeval? Ja. Had je vroeger een favoriete leraar? Ja. Heb je afgelopen week iets nieuws geleerd? Nee. Heb je bepaalde karaktereigenschappen van je ouders overgenomen? Ja. Heb je deze week nog een complimentje gegeven? Ja. Ja, deze week is eigenlijk net begonnen, maar ja. Heb je een droomhuis? Nee. Heb je een favoriete maaltijd? Ja. Heb je een favoriete tv-programma? Ja. Heb je een heimelijk genoeg, wat is dat? Geen idee. Heb je een persoonlijk held? Ja. Heb je een rare eigenschap? Ja, dat denk ik wel. Heb je een stopwoord? Ja. Heb je een tatoeage? Nee. Maar er zit vooral. Dat komt nog. Heb je een zwakte? Ja, tuurlijk, iedereen toch? Dus ja. Heb je jezelf wel eens opgezocht in Google? Ja. Maar dit was toevallig een opdracht voor school. Dus, maar ik heb het ook nog eens wel eens daarna gedaan. Heb je liever een jaar geen tv of een jaar geen snacks? Een jaar geen snacks, want zonder tv leef ik niet. Valt misschien wat af, hè, zonder snacks. Hey, je moet het maar even zo zien. Heb je liever je grootste vraag beantwoord of je grootste wens vervuld? Mijn grootste wens vervuld. Heb je ooit bewust eens de vriendschap met iemand beëindigd? Oh ja, eigenlijk alleen maar. Heb je ooit iets gedaan waarmee je in de problemen kwam? Ja. Heb je vaak dagdromen? Ja. Heb je wel eens leugentje om best wil verteld? Ja, tuurlijk, iedereen doet dat toch? Heb je wel eens een slechte recensie geschreven? Ja. Heb je wel eens gehuild van geluk? Ja. Heb je wel eens geschaamd? Ja. Heb je wel eens iemand geslagen? Ja. Huil je makkelijk in de bijzijn van anderen? Ja en nee. Tegenwoordig niet zoveel meer. Ik zonder me liever af, maar. Dus ik zeg nee. Is er een emotie die op je lijkt? Vast. Dus ja. Is er een situatie denkbaar waarbij abortus toegestaan zou moeten zijn? Ja. Is er iemand naar. Kijk, weet je, ik zou zelf. Nou, ik weet het niet, maar ik zou het zelf denk ik niet zo snel doen. Maar er moet zeker een reden zijn waarom abortus zou moeten kunnen. Is er iemand naar wiens advies je altijd luistert? Ja. Is er iets dat je belangrijk vindt dat je er in je leven voor zou moeten riskeren? Nee. Is het gras altijd groener aan de overkant? Nee. Is vriendschap genoeg reden om getrouwd te blijven? Nee. Is wereldvreemden mogelijk? Nee. Kies je je vrienden uit? Nee. Maak überhaupt geen vrienden, dat doe ik niet. Kijk je veel naar mensen van het andere geslacht? Nee.
Doe ik bewust niet. Kijk je wel eens naar de natuur? Ja, moest ik even over nadenken. Kijk je vaak cadeautje? Koop je vaak cadeautje of bloemen voor iemand anders? Ja. Kun je een beetje dansen? Nee. Kun je gekke bekken trekken? Vast, dus ja. Kun je goed koken? Op recept, laat ik het erop houden. Kun je goed tegen verveling? Nee. Kun je tegen alleen zijn? Ja. Lees je wel eens een boek? Ja. Maakt het uit voor je wat anderen van je vinden? Ja. Mediteer je wel eens? Nee. Moet het dragen van boerka's toegestaan zijn? Dat skip ik. Moet Zwarte Piet verboden worden? Dat skip ik zeker. Neem je vaak het initiatief? Nee. Slaap je goed? Laatst staat niet, dus nee. Speel je online games? Nee. Sta je open voor verandering? Nee. Vier jaar graag je verjaardag? Nee. Vind je dat mensen een tweede kans verdienen? Ja. Vind je het leuk om voor anderen voor te lezen? Ja, dat doe ik nu ook. Vind je privacy belangrijk? Ja. Voel jij je jonger dan je daadwerkelijk bent? Nee. Volg je het nieuws? Nee. Was je als kind gelukkig? Nee. Was je goed op school? Basisschool niet, middelbare school wel. MBO met vlagen. Wil je altijd winnen? Nee. Wil je dan een leuk of aardig gevonden worden? Ja. Word je makkelijk verliefd op iemand anders? Nee. Word je snel boos? Ja. Heel eerlijk, ja. Zijn er bedrijven of merken die je boycott? Ja. Zijn er dingen waartegen je praat? Ja. Zijn er zaken die mensen niet van je weten? Ja. Zing je soms onder de douche? Nee. Vroeger wel, nu niet meer. Zou je gelukkig kunnen zijn zonder geld? Nee. Zou je graag beroemd willen zijn? Nee. Zou je iets uit het verleden willen goedmaken? Nee. Zou je in een ander land willen wonen? Ja. Zou je onzichtbaar willen kunnen worden? Zou je 10 jaar korter willen leven in ruil om rijk te zijn? Ja, dat denk ik wel. Klinkt misschien heel krom, maar ik denk dat ik dat wel zou willen. Als je echt rijk zou zijn, dan zou ik dat wel willen. Zou je via euthanasie de dood tegemoet willen treden? Dat vind ik lastig, maar ik zeg toch ja. Zou je voor 1 dag van het andere geslacht willen zijn? Nee. Zullen mensen je na de dood herinneren? Dat denk ik niet. Maar dat boeit me ook eigenlijk niet zoveel. Ik bedoel, ben ik toch dood? Dus wat merk ik daar nou eigenlijk van? Nee, kijk, weet je, het is niet euthanasie, zie ik wat anders als zelfmoord, snap je? Ja, het komt op hetzelfde neer, heel krom gezegd. Maar het is niet dat ik het zou doen nu, hè? Maar als het ooit een optie zou zijn voor mij, dan zou ik dat denk ik wel doen. Nou, dat klinkt zo depressief. Waarom moet ik het nou weer zo afsluiten? Maar nee, ja. Dus ja, dat eigenlijk. Dat waren de 100 vragen. Denk dat ik er snel genoeg doorheen ben gegaan. Maar het scheelt ook omdat ik er niet zoveel op in hoefde te gaan. Dus ja, dat was hem. Ik zie jullie bij de volgende video weer. Doei!